Alle schepen op de Schelde, alle schepen op de Schelde. Dit is de scheepvaartbericht van 17:30. Waterstand 32 decimeter, wind zuid tot zuidwest 4 tot 5. Verwachting west tot zuidwest 3 tot 4 en af en toe 5. Bijzonderheden, stroommeter uitgelekt bij boei 85A. Meerverbod aan de Europa-terminal van palen 31 tot 47. Schepen gemeerd aan Walsoorden, Noordzee-terminal, Europa-terminal, Wachtsteiger, Haltermansteiger, Scheldekaai 11 plus bunkerwerkzaamheden. We liepen daar voorzichtig voorbij te varen. Herhaling van de waterstand, 32 decimeter, wind zuid tot zuidwest 4 tot 5, bakboord ladder in Vlissingen. Einde van het scheepvaartbericht. River Scheld sees about 25,000 major ship movements and about 80,000 barge movements per year, destined for the ports of Antwerp, Terneuzen and Ghent. Much of this cargo is unloaded directly into barges for onward shipment locally or via Europe's inland waterway network. This cargo supports extensive industry in Ghent and along the Ghent Canal, with oil products processed in large petrochemical facilities alongside Antwerp Port.